ular. Wie is hier wel eens naar Bali geweest? Ja? Wie wil er weer naar Bali? Mooi zo. Daar gaat het nummer op. Achter mijn bureau, kijk ik uit het raam. Denk ik bij mezelf aan het nut van mijn bestaan. Ik wil weg. Ik wil naar Bali. Rij ik op mijn fiets door de harde regen. Sta ik in de rij, moet ik kassa's overwegen. Ik wil weg. Ik wil naar Bali. Ik pak mijn koffers, dan ga ik over zee. Heb je zin in zon? Nou, dan ga je lekker mee. Begrijp me niet verkeerd, want ik hou van Nederland. Maar zo elke dag wil ik naar de andere kant. Ik denk weer terug aan hoe het ooit begon. Dit doe ik op mijn buik met massage in het salon. Ik wil weg. Ik wil naar Bali. Zie ik haar weer zitten, die mooie Indomeid. Probeer haar blik te vangen, maar wie weet waar dit toe leidt. Komt haar vriend, de spierbundel. Dat ik weg moet kijken naar de schip en bij een lel. Al die handige moeite die ik misschien moet doen. De meiden zijn te groot om mijn tenen voor een zoen. Ik wil weg. Ik wil naar Bali. Ja, ik ben weg. Lekker chillen op Bali. En bent u net als ik, dan bent u nakal sekali. Bengawan Solo, riwayat sudah ribu jadi perhatian sange. En waarom oleh-oleh altijd mee? En noem ik Philip Flynn en ayam nooit eens kip. En kenapa jij nooit bakar mee saté? En vind jij altijd gek dat babi pandan smek altijd maar moet komen van vaké? Zijn Indo's nooit op tijd wat jij van niet begrijpt? En zeg ik Jankaret, leef maar mee. Kijk naar mijn hart, mijn Indisch hart. Hij is een beetje indolent. Maar luister naar mijn hart, mijn Indisch hart. Die maakt het niet, vertel mij wie ik ben. Goed hoor. Jullie denken natuurlijk met z'n allen, we zijn Indo, we hoeven niet hard te werken. Ik kan achterover hangen met mijn klapon in mijn hand. En dat gaan we dus mooi niet doen, hè. We gaan de boel een beetje verdelen. We gaan de zaal verdelen. En we doen even precies hier zo. Doe even een denkbeeldige lijn trekken, ja. Dan zijn jullie groep Satu. Met z'n allen, groep Satu. En dat zijn jullie groep? Dua, inderdaad. Niet Dara, zoals sommige grappenmakers, dan krijg je Satu. Ik weet niet hoe actief dat hier is, gaan we niet aan beginnen. Dus groep Satu, groep Dua. Als ik naar jullie wijs als in zo, dan roepen jullie met z'n allen zo hard als je kan. Yeah! Ja? Ja. Dan even coba lagi. Satu, dua, tiga. Pink, zo alles komt deze kant op. Geweldig. Nou, alleen kan ik. Maar dat is goed. Hou dat vast. Hou dat vast. Maar jullie lui, groep Dua, jij ziet tante al met de hand in de lucht. Jempo. Jempo. Maar jullie gaan nog harder hier roepen dan daar. En dan ga ik zeggen Jempo over jullie, ja? Daar komt ie. Joa. Satu. Dua. Tina. Want ten eerste is dat gewoon Indonesische vertraging. Dat ging via Radio Kootwijk naar Surabaya, Jakarta en dan weer terug. Het volume jat laag. Dus we gaan nu een klein beetje volume jat hoog, ja. Dus met z'n allen zo hard als je kan. Je gaat heel overtreffen, oké? Okay? Op drie gaan we met z'n allen roepen. Ja! Satu, dua, tiga. Ja! Geweldig, dat is wat ik nodig heb. Amandelstenen, kunstgebit, alles van deze kant. Heel goed. Heel goed, houd dat vast, die kunstgebit dan. Maar de rest mag je laten gieren. Goed, daar gaan we, ja? Jullie weten wat jullie moeten doen als ik naar jullie wijs, hè? Daar gaan we. Kijk naar mijn hart, mijn Indisch hart. Hij is een beetje indolent. Yeah! Maar luister naar mijn hart, mijn Indisch hart. Die maken die vertel mij wie ik ben. Yeah! Kijk naar mijn hart, mijn Indisch hart. Hij is een beetje indolent. Yeah! Maar luister naar mijn hart, mijn Indisch.
deeper down, maybe in bed. Maar luister naar mijn hart, mijn Indisch hart, die mij niet vertelt Was dat het al? Zijn jullie al klaar met ons? We kregen maar 20 minuten. Sorry, ze zeiden 20 minuten dan op rotten, hebben ze gezegd. Letterlijk, zeiden ze. Maar straks lopen we wel wat langer, hè? Maar we komen zo dadelijk nog terug. Ja, we kunnen. Oké, we komen zo dadelijk nog terug na de pauze. Prima, gaat je van je tot zo!